ja, je bent iets aan het creëren waar je nog niet weet wat het wordt. Dus die spanning die je dan opbouwt in jezelf is ja, eigenlijk een soort opium, zou ik maar zeggen. En ja, ik moest regelmatig de trap op, want ik ben ook niet zo groot dat ik er overal bij kan. Dus vandaar dat ik een goede conditie opgebouwd heb met mijn trapje en mijn schilderij. Dan weet ik of het klopt, hè. Schilderen is mijn leven toch wel, voor een groot deel. Ja. Ik kan dat, het is niemand die het erom gevraagd heeft, maar ik ben er uit mezelf mee begonnen ooit. En het heeft me nooit meer lastgelaten, dus ik kan niet zonder. Het zijn mijn vitamines van het leven, zou ik maar zeggen. Het is elke keer een verrassing. Elk schilderij van mij is een verrassing. Dus dat is ook het mooie ervan, dat ik nooit weet wat de uitkomst is. Ja, het gevoel is, ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar het is eigenlijk een jubelgevoel eigenlijk. Dat je, ja, je bent iets aan het creëren waar je nog niet weet wat het wordt. Dus die spanning die je dan opbouwt in jezelf is ja, eigenlijk een soort opium, zou ik maar zeggen. Dat klopt, maar je kan ze oprollen en dan kunnen ze naar de pont toe, hè, bij wijze van.